Online discussies worden de laatste tijd mee doodgegooid. Maar hoe gedraag jij je op social media? Ben je een fanatieke reageerder of houd je je een beetje afzijdig? Ik ging de straat op om het jullie te vragen. Weinig. Ja, omdat je toch bang bent dat mensen weer op jou gaan reageren. Dat ik denk van, nou weet je, bemoei me er maar niet mee. Ik denk reageren heeft geen zin, want mijn mening wordt of niet gelezen of er wordt alleen maar weer haat op gereageerd. Ja, als er echt iets pakkends is of iets heel interessants is, dan zou ik er nog wel overwegen om erop te reageren. Maar ik ben niet zo heel erg actief wat dat betreft. Nee, klopt. Ik vind het heel leuk om te lezen, alle verschillende meningen, maar ik heb eigenlijk nooit de behoefte om daar zelf in te participeren, nee. Ja, eigenlijk wel. Nu op het moment over de vluchtelingen en dat ik wel eens denk van, nou, het gaat wel erg ver allemaal. Ja, daar heb ik wel soms moeite mee. Ook veel dingen die ik op Facebook zie over Zwarte Piet of vluchtelingen, die mensen blokkeer ik. Daar heb ik gewoon echt geen zin in. Ja, het ging over de vluchtelingen. Het verbaast me af en toe dat sommige mensen zeggen van, allemaal weg. Terwijl er bijvoorbeeld heel veel vluchtelingen die komen hierheen, omdat ze bang zijn voor wat er in hun eigen land gebeurt. Dat vond ik een hele nare discussie. En ik heb die persoon eigenlijk ook verwijderd daarna. Nee, niet dat ik me zo 1, 2, 3 kan herinneren eigenlijk. Nee. Ik heb één keer een genaaktfoto geloofd. Nee, ik heb nog nooit gehad dat ik dacht van, kan niet. Soms deel ik iets en dan vinden mensen dat niet zo leuk of zo, maar verder niet echt. Maar ik zorg er ook wel voor dat er niet echt iets is waarvoor je denkt van, hey, nu zou ik me voor moeten schamen of wat dan ook. Dus het, waarom zou ik? Misschien meer over mijn gezondheid of zo. Weet je, dat ik dan wel eens denk van, oh, dan beter niet kunnen doen. Nou, dat hoor je niet. Als ik iets zet, dan zet ik het wel bewust en dan sta ik ook wel achter. Ook wel gewoon foto's van vroeger of zo, weet je, dat ook weggehaald. Want mensen gaan er toch op reageren. Oh, heb je dat weer en heb je dat weer? Of op je werk? Dus nee, dat doe ik ook niet meer. Dus alleen nog maar de leuke dingen.